De laatste 2 jaar zijn we bezig geweest om onze digitale skills te vergroten. En uiteindelijk hebben we daarmee de Steam Optimizer gemaakt. En daarmee kunnen we de actuele performance met de meest optimale performance vergelijken. En daarmee verbeteringen te bewerkstelligen. Sinds de implementatie van de Steam Optimizer hebben we een aantal miljoenen kunnen besparen in brandstofkosten. En die besparingen kunnen we nu inzetten in toekomstige projecten, zoals het waterstofproject. We gebruiken het om te kijken naar de actuele stoomopwekking en de daarmee gepaarde kosten. Vergelijken we dan met de ideale situatie en dan kunnen we onze assets optimaliseren in de stoomproductie. Nou, we hebben heel veel hele goede apps ontwikkeld in de afgelopen 2 jaar. Als we die goed aan elkaar weten te koppelen en we leiden onze mensen goed op om daarmee te werken, dan kunnen we ontzettend veel business efficiency bereiken, ook in de toekomst. Digitalisatie betekent voor ons dat we vooruit gaan lopen op de competitie door slim in te spelen op de data die beschikbaar is.